alles wat ze dus binnenkrijgt moet van hoge kwaliteit zijn. En ben je nu een potje janken, maar ben er weer. Door en dan zeg maar de maiskorrels passen dan er wel door. Dan kun je dat dus scheiden van elkaar. Goedemorgen en welkom weer bij een nieuwe dagvlog. Het is vandaag woensdag 25 november, ja 25. En we gaan weer van start. Ik ben helemaal oranje, dat het zo donker is. En ik zie jullie straks weer als het beter licht is. En inmiddels ben ik weer terug en heb ik Rosa opgehaald. Die is daar op de grond. Heb ik net even op de grond gelegd. Heb ik net de stofzuiger er even doorgehaald. En nou Rosa even het speelgoed. Dan kan ze een beetje spelen. Niet dat ze nu heel veel speelt op de grond. Dat doet ze momenteel niet zo heel veel meer. Maar het is wel goed voor haar om ook op de grond te liggen voor haar rug. Dat ze niet de hele dag hoeft te zitten. En even kan rondrollen. Toch, Roosje? Ja, rondrollen. Kijk, dat kun je zelf zien. Roze. Hallo. Hallo, Roze. Hallo. Hi. Hi. Dus ja. Dus dat gaan wij nu eventjes doen. En dan ga ik even een kopje koffie maken. Daar heb ik wel even zin in. Ja, ik wil even zin in. Ja. Lekker ding. Ja, lekker ding, Rosa. Ja. Een beetje rollen. Ga je een beetje rollen? Rollen. Nee, geen zin in filmen. Rosa, wat voor nut heeft dit? Hé. Hey. Daar is je kleed. Hallo? Daar is het kleed. Ik ga een flesje voor jou maken. Roze die krijgt in de middag krijgt ze altijd Nutrini. Dus ik ga even Nutrini pakken. Dat krijgt ze dan mee vanuit huis. Het is een soort... Zo ziet dat eruit. Dat drinkt Rosa dan. Er zit vol met vitamine, vezels. En er zit eigenlijk alles in wat ze nodig heeft. Omdat ze natuurlijk vooral vloeibaar eet. Dus flesjes kan drinken. Ze kan wel... eet afhappen van de lepel, maar ze kan niet heel goed kauwen, zeg maar. Dus het moet allemaal een beetje vloeibaar zijn. En ja, alles wat ze dus binnenkrijgt moet van hoge kwaliteit zijn en vol met vitamines en zo. Dus vandaar dat ze deze ook krijgt. En ja, dus we gaan een flesje voor hem maken. En dan ga ik een broodje eten. En dan is het alweer bijna tijd om Fleur en Tim uit school te gaan halen. Het is gelukkig nog even droog, dus dat is ook fijn. Dat we droog in de auto komen en droog uit de auto. Want, dan moet alles zeiknat, weet je. Dan is het Rosa uit de rolstoel tillen, in de auto zetten. En als je ook nog eens in de stromende regen staat, dat is niet super fijn. Dus ik hoop al dat het net even een momentje dan droog is, dat het ook droog blijft. Maar het zit in de lucht. Als ik de lucht zou zien, dan denk ik dat er nog wel een buitje komt. Is ook wel voorspeld. Er is zelfs sneeuw voorspeld voor eind van de week. Het is november. Maar misschien hebben we daardoor ook wel nog een witte kerst. Who knows? Ja, het is nog wel een beetje rommelig hier achter me, maar het valt wel mee hoor. Steven had weer wat dingen neergezet. Komt dan weer van zijn kamer en dan zet hij dan neer van ja, nou ik weet er geen plek voor, dus ga daar maar neerzetten. Oh ja, Michelle is inmiddels weer. Die is nu naar school, daarna gaat ze door naar Rix, haar vriendje. En daar blijft ze dan ook een paar dagen en ik merk dat ik dat toch wel pittig vind. Ja. Stupid me. Ja, ik merk gewoon dat ik het lastig vind als de kinderen groter worden, weggaan, veel weg zijn. Ja. Toen met Daniella heb ik daar gewoon, weet je, dat is natuurlijk al een tijdje zo. Een jankvideo. Vorige was ook al jankerig. Of een weekvlog. En nu weer. Wat zit me... Ja, een beetje hoog of zo. Ik weet het niet. Kinderen loslaten is moeilijk, vind ik. Ik vind het echt heel moeilijk. Natuurlijk de kinderen van Agnes nog wel. En Rowena, mijn nichtje, die hier nu ook door de week is. Maar dat is toch anders. En ja. Oké, nou ben ik weer. Ik moet even een potje janken. Maar ben er weer. En het laat me ook wel inzien dat het tijd wordt voor misschien wel andere invulling van mijn leven. Andere invulling van mijn weekenden. Gewoon anders, weet je. Want
Ik ben nu nog heel erg afwachtend, zeg maar. Dat je aan het wachten bent van... misschien, wanneer ben ik nodig? Dat is eigenlijk mijn hele leven geweest. Vanaf dat ik kinderen heb. Vanaf mijn 21ste heb ik kinderen gehad. En ben ik altijd in de afwachtende stand geweest van... ja, wanneer ben ik nodig? Wanneer moet ik dit doen, dat doen? Weet je, ik ben altijd wel beschikbaar geweest. En daar komt dus nu al verandering in. Ik hoef dus eigenlijk niet meer zo beschikbaar te zijn. En dan ineens val je in een gat van... oh... ga je inderdaad met Animal Crossing spelen of een boek lezen of iets. Het is natuurlijk allemaal super chill en het klinkt ook allemaal super leuk. Maar het is eigenlijk de mogelijkheid om iets te gaan doen op het moment dat je nodig bent, is er dan gewoon. Even, je gooit het aan de kant en je kan je dingen gaan doen. Maar ik moet gewoon ook gewoon een andere invulling van mijn leven hebben. Dus dat je ook weg bent of zo, weet je. Dat je dan ook niet meer beschikbaar bent. En ik blijf maar beschikbaar. En ik maak maar geen keuzes daarin. En het stagneert. En ja, dus het wordt gewoon tijd voor een andere fase, een ander deel van mijn leven of zo. Ja, andere fase van mijn leven. En ik vind dat vrij lastig, kan ik jullie vertellen. Mijn oudste dochter is nu 27. En 27 jaar ben ik dus eigenlijk al in de stand van beschikbaar zijn. En om dat te veranderen... is toch wel een proces, kan ik je verzekeren. En misschien hoort het bij de leeftijdsfase, hoort het bij de overgang. Ik vind het een heel naar woord, maar ik weet niet of dat al aan de gang is. Misschien. Maar oh, ik voel me ook hormonaal niet stabiel momenteel. Het is gewoon allemaal een beetje gek. Ik ga die fles voor Rosa maken. Die heeft daar zin in. En dan... ja, weet je, op het moment dat ik dan bezig ben met Rosa en zo, dan vergeet ik eigenlijk alles wat er in mijn hoofd rondgaat. Maar af en toe, als ik dan zo met jullie aan het praten ben, dan bevangt het me weer. Dan realiseer ik weer het denkproces van mijn hoofd en pakt het me weer op de een of andere manier. En ja, zijn er meer mensen onder jullie die dit al hebben meegemaakt? Weet je, zijn de kinderen al uitgevlogen? Hoe heb je dat ervaren? Ook als je dan geen partner hebt, vooral zoals ik, weet je, hoe voel je dat dan? Dat je een soort van alleen achterblijft. En ik heb natuurlijk Steven nog in huis, hoor, daar niet van. Maar die leven wel best wel zijn eigen leven. En ja, hoe doen jullie dat? Hoe pakken jullie dat aan? Heb je hetzelfde gevoeld? Heb je bepaalde boeken gelezen? Help! Weet je, laat het me weten. En misschien krijg ik inspiratie van en tips en dat soort dingen. En die kan ik dan ook weer delen met jullie. Als ik hier tips voor heb, ik deel ze zeker. Maar voor nu weet ik het ook gewoon even niet. Nee. Rosa. Wil je nog drinken? Wil je nog drinken? Wil je nog drinken? Hallo. Of ben je moe aan het worden? Moe aan het worden. Niet meer lachen, hè? Net als een lacher. Ben je moe aan het worden? Wil je drinken? Wil je nog drinken? Oh, ze heeft geen zin meer. Maar er zit er wel wat in. Ja? Allemaal capriolen uithalen. Met je ogen dicht. Doen of je in slaap valt. En dan als ik de fles weghaal, is ze ineens toch weer wakker. Toch, Rosa? Sneaky, hè? Heel sneaky. Ook niet leuk? Nou, een beetje. Rosa's andere voortand zit ook los. Als jullie zien, is hij een beetje scheef. Dat is omdat hij los zit. Ja. Hij zakt alle tanden los, joh. Mijn voortanden. Ja. Hoesten. Niezen, hoesten. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ik denk knuffelen met Janneke. Dat denk ik, ja. Rosa is er helemaal klaar voor. Een soort van, Rosa is een beetje moe. Ik nog even mijn bord op het aanrecht. Oh, ik had de kaas ook nog niet opgeruimd. Ook nog even doen. Oh. Kaas en de boter. Zo. Op de valreep nog even de poepluier verschoond. En nu snel naar school. Fleur en Tim ophalen. Dus ik laat jullie even thuis. Jullie hebben het gisteren gezien. Ik ze gingen ophalen. Dus ik zie jullie zo thuis weer.
Oh, en daar zijn ze weer hoor. Daar is Fleur. Daar is Tim. Fleur wilde heel graag chips. Rosa is hier. En ik ben popcorn aan het maken, want het is natuurlijk woensdag. En eigenlijk is het al popcorndag gebleven. We doen het ook eens op een andere dag. Want omdat de kinderen nu een continu rooster hebben tot 2 uur, ja, is er eigenlijk geen echte woensdagmiddag meer. Meestal hebben we dan harde broodjes, popcorn, daar maakt het wel wat van. En nu is het dus, ja, elke middag is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ze eten hier dus tussen de middag ook niet meer. Dus, nou ja, woensdag popcorndag, maak popcorn. En ja, dus dat. En ik had een trucje gezien op TikTok. Ja, Tim. Ik had een trucje gezien op TikTok hoe we die maiskorrels die er normaal tussen zitten, tussen de popcorn, die harde dingen, die kan je eruit halen heel makkelijk. Dus gaan we even zien of dat werkt. Het is TikTok, hè? Dus je weet het niet. Maar ik laat het zo zien wat ik bedoel. Nou ja, kijk, zoals het altijd is als je die popcorn maakt, blijft er een gleufje open. En als je dus dat leeg gaat gieten, dus de popcorn past er dan niet door en dan zeg maar de maiskorrels passen dan er wel door, dan kun je dat dus scheiden van elkaar. Tim gaat het even filmen. Ja. Hoe ik dat ga doen. Nou, hier is de bak. Het werkt er nu toe. 1, 2 zijn eruit. Ja, dat is wel de popcorn uit. Met maar de meeste pitjes. Ja. Dus, werkt dit? Dit werkt. Eindelijk. Niet zoals die ideobus. Nee. Nou, volgens mij hebben we er niet alles uit. Maar wel heel veel. Kijk. Tim. Normaal heb je altijd een heleboel van die pitjes erin. Ja. Film het. Kijk dan, je hebt gewoon alleen popcorn nu. Yay. Yay. We hebben er gewoon gehackt. Yay. Yes. En voor Rosa is ook het fruit klaar. Dus die ga ik ook even haar fruithapje geven. Eindstand. Dit is alles wat er in de popcorn zat. Dus dat is echt goedgekeurd, hè? Ja. Dus ja. Geen mos. Hebben we goed gedaan, dit. Wow, heb jij die gekleurd? Ja. Ga je die afmaken? Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die gaat worden. En weer terug van de kinderen naar huis brengen. Overal berichten van dat er een lockdown weer aan zit te komen. En oh jeetje, ik... Ene kant, ja, chill, weet je. Dan is het weer even pas op de plaats, even rustig. Is het weer even duidelijk wat wel en niet mag. Kunnen we allemaal weer binnen blijven en zo de zorg helpen te ontlasten. Aan de andere kant denk ik, wat heeft dat vaccin dan geholpen? Ja toch, ja, schiet mij mijn lek. Dat moet nu toch iedereen ons een beetje inzien, want het is eigenlijk nog erger dan voorheen. Dus ook omdat natuurlijk alle regels zijn losgelaten in ene en heel veel vertrouwen op het vaccin gehad. En nou, ik snap het ook wel, dat het is, er komen minder mensen op de IC, maar er liggen nog steeds heel veel mensen op de IC, blijkbaar. Want daardoor moeten we dan weer in een harde lockdown. Morgen, vrijdag, persconferentie dan. Het is nu woensdag. Dus, fingers crossed dat het toch nog een beetje meevalt. Maar ja, wat kunnen ze anders nog doen? Er is gewoon ook helemaal niks aan opties wat je nog kan doen. Winkels eerder dicht laten gaan, dat zet echt geen zoden aan de dijk hoor. En inderdaad, je moet ervoor zorgen dat mensen niet bij elkaar zijn. En vooral op scholen, ja toch, die kinderen, die willen niet per se alleen maar corona verspreiden. Maar die zijn wel continu verkouden natuurlijk. Dat is gewoon een gegeven, is gewoon een dingetje, is altijd zo geweest. Dus ja, en nu is het dan ook dat ze corona verspreiden, ja. Het is gewoon een ding. Dus ik denk dat de scholen, als je het echt goed wil aanpakken, moet je scholen dichtgooien, opvang dichtgooien. MBO dicht, HBO dicht, gewoon alles dicht. Weet je, alle reisverkeer ook dicht, minder met OV. Alleen maar als je in de zorg werkt of in de voedselindustrie en zo. Echt alleen maar basisbehoeften doorgaan. Dan alleen dat je dan ook maar weg moet. Dan misschien na 2, 3 weken, dan is niemand bijna bij elkaar geweest. Dan moet het toch wel zakken. Waar moeten anders de besmettingen vandaan komen? Dus dat zal dan gek zijn. We hebben even onze vrijheid gehad en nu het weer.
denk ik weer teniet gedaan. Ik ga eventjes televisie kijken. En daarna douchen en naar mijn bed. Dus ik sluit de vlog al af. Ik dank je wel voor het kijken weer naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ook tijdens lockdown vlog ik gewoon door hoor. We zien wel wat er aan content is. Hoe survive ik lockdown? Dat wordt dan een dingetje. Dus ik ga gewoon door. Dat gaat niet in lockdown. Dus ik dank je wel. Slaap lekker voor straks. En kijk je dit in de ochtend, dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!